De bewoners van enkele seniorenflats en tehuizen in Leiderdorp kregen woensdag van Clubhuis de Derde Helft een verrassing. Wij zijn vandaag tulpjes aan het uitdelen aan ouderen. En voornamelijk omdat we het idee hebben dat die ook onder de corona lijden. Niet alleen de jeugd, maar ook de ouderen zitten opgesloten. En vorig jaar zijn we daarmee begonnen. En dit jaar dachten we van, ja, goede ideeën moet je herhalen, niet eenmalig. Dus we doen nu hetzelfde. Bij 3 mensen leg ik het neer. Bel ik ook aan, want ze staan niet direct achter de deur. Sommigen hebben de tijd nodig om met een rollator of andere beperking bij de deur te komen. En dan, er zijn er die doen helemaal niet open. Er zijn er die doen de deur open, tulpje, kijken, een beetje schuw en zijn weg. En er zijn er zelfs bij, daar kom je niet meer weg. Die vinden het zo gezellig. En daarvoor zijn we ook echt goed bezet nu. Dat je, als er iemand tijd nodig heeft, dat het er is. Aan de 900 uitgedeelde bosjes tulpen hing een kaartje. Met erop uitleg over het Leiderdorpse Beweeginitiatief voor 55-plussers. Clubhuis de Derde Helft heeft het doel om ouderen te laten komen naar de clubhuizen. Vandaar het clubhuis. En het zijn de clubhuizen van de voetbalvereniging en de hockeyvereniging, RCL en Alecto. Daar zijn we mee begonnen vorig jaar, maar na 2,5 maand kwam corona langs en ging het weer dicht. In de tussentijd komen we naar de mensen toe, maar hebben we ook gezien dat Bekombeweging zo in trek is en zoveel goede relaties tot stand brengt. En de mensen, nadat we een pauze hadden, dat we weer even open mochten met de clubhuis in september. En terugkwamen, dat zij dus, we hebben jullie gemist, we hebben het gemist. En we zien ze ook vooruit gaan met het bewegen. Samen een wandelgroepje opgericht, wat ze daarvoor nooit gedaan hebben, als naast de buren. Hele leuke dingen. Dus nu willen wij heel graag doorgaan. Dat roep ik al steeds en dat is ook wel, heeft ook wel resultaat gehad. Dus vanaf nu kunnen we ook wel bekendmaken dat we weer een half jaar door kunnen gaan met Bekombeweging. De Leiderdorpse senioren voelden zich door de actie, mede dankzij het mooie weer, flink in het zonnetje gezet. Ja, hartstikke leuk joh. We worden altijd verwend hier. We met de kerst kregen we al wat en plantjes. En we hebben al krokussen gekregen van de gymjuffrouw. Dus ja, het is hartstikke gezellig. Wij staan voor de deur en de juffrouw staat daar op het grasveld. Maar ik was bij de sportschool, maar daar zie je me nou helemaal niet meer in verband met corona. Dus ik ben al blij dat er toch wel iets kan bewegen, dat er nog iets soepel gehouden wordt. Dus je moet er aan toegeven dat je 80 bent geworden, dat je bij de bejaarden hoort.